zo'n ingelaste oefenwedstrijd tegen FC Volendam, 6-6. Een gekke uitslag. Ja, dat slaat nergens op. Als je volgens mij 6-2 voorstaat en dan uiteindelijk nog uh, Volendam terug laat komen tot 6-6. Uh, ja, dan moet je erbij geweest zijn. Om, uh, en, en, en ja... Het kan, niet, het kan niet en ik, ik, heb dus net, ik ben net boos geworden in de kleedkamer omdat ik vind dat we een uur lang heel goed hebben gespeeld, geconcentreerd, goede goals hebben gemaakt. Nou, dat was ook de stand 6-2. Uh, daarna zijn we gaan wisselen omdat je toch ook zo'n wedstrijd iedereen wil zien, maar daarna was er helemaal niks meer van, van over van een goed uur wat je ziet. En, ja, daar baal ik van en dat is ja, ja, van Waarom hadden jullie gekozen om een extra oefenwedstrijd in te lassen? Nou, het is altijd leuker om een wedstrijd te spelen in plaats van uh, te trainen. Dat sowieso. En uh, je hebt natuurlijk nog heel veel jongens hier. Een aantal spelers ook nog niet uh, die, uh, die, die heel weinig gespeeld hebben. Nou, dus voor, uh, voor ons is dat weer een goed moment om jongens aan het werk te zien. Uh, Piet heeft natuurlijk weinig gespeeld de laatste tijd. Dus voor hem is het goed om, om ritme op te doen. Uh, dus er waren genoeg aan, uh, was genoeg aanleiding voor, uh, voor onze staf om, om deze wedstrijd in te lassen. En, uh, ik ben ook heel blij met deze wedstrijd. Want... Nogmaals, ik heb een heel goed uh, uur uh, gezien van, uh, van ons, maar nogmaals, na de wissels was het, uh, leek het nergens meer op. En ga je dan eigenlijk eigen rotgevoel ook naar huis of is dat zo meteen weer weg? Ja, nee, nee dat, dat, uh, dat neem je altijd mee. En, uh, het laatste neem je mee en de uitslag interesseert me niks. Dat, uh, dat heb ik nooit in de, in de voorbereiding ook niet. De vriendschappelijke wedstrijden gaat niet om het resultaat, het gaat meer om de uitvoering. En nogmaals, daar kun je heel tevreden zijn over een uur, maar uh, ja, de diepte lucht stelt over een half uur en ja, dat neem je mee. En... Dat duurt nog een uurtje denk ik en dan is het over. Ik wil zeggen het is wel zonde, het is een beetje een kermisuitslag. Maar jullie gaan ook naar de Volumdamse kermis begrijp ik of niet? Ja, dat was het verzoek van de spelers om, om toch ook gelijk een team uitje ervan van te maken. Als we dan toch in deze buurt zijn. Uh, dus dat gaan we doen. En, uh, ja, het is altijd leuk om, om met elkaar wat, wat andere dingen te doen dan, dan voetbal. Wordt het een reuzenrad of toch een cafeetje? Ik, heb geen idee, ik ben er nog nooit geweest. Ik heb Stanley bij me, dat is uh, ja, Mr. Volendam. Dus uh, hij zal de weg uh, gaan wijzen daar. Maar ik zie het wel wat, uh, wat er op ons, uh, op ons afkomt.